Wat een heerlijke partij Darts was dat. En wat moet jij je heerlijk voelen dat je deze wedstrijd gewonnen hebt? Ja, natuurlijk. Zo wil je natuurlijk wedstrijden winnen. 180 gemiddeld. Ik denk 11-180. Ja. Maar gewoon alles. Goede finishes, goede scores. Deze wedstrijd had alles. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. En deze wedstrijd had ook een fantastische tegenstander in de persoon van Michael Smith. Die niet op wilde geven en die het tempo hoog hield en ook alles maar bleef raken. Ja, normaal vind ik al fijn dat iemand lekker tempo gooit. Maar hij bleef wel heel makkelijk raken. En op het begin was natuurlijk, moest ik aanhaken. Ik begon niet goed, maar ik herstelde heel snel. En ja, toen voelde ik me eigenlijk wel lekker. Toen gingen we even up. Naar de tweede break was het 5-5. Toen dacht ik van, gewoon eigen lekjes houden, concentreren op zijn legs. En dan hou ik mijn eigen legs heel goed. En dan op zijn legs maak ik gewoon fout na fout. En dat mag eigenlijk helemaal niet gebeuren. Als ik daar gewoon één keer goed aanzet, dan kan ik al eerder afscheid van hem nemen. Maar dat gebeurde niet. Ook door zijn goede spel natuurlijk. Dan moet je hem ook nageven. Maar ik denk dat ik niet mag klagen hier. Stel, die 160 had erin gegaan, had gewoon op de laatste leg aangekomen. Maar ik denk dat iedereen thuis een hele mooie wedstrijd heeft gezien. Die 16e leg, daar wil ik nog even naartoe. Jij gooit bijna geen triple raak. Hij staat op een gegeven moment op 148. Ja, eentje had je er geloof ik een triple 19. Maar hij staat op 148 en jij staat op 186. En dan gooi je die 180. Ik denk op precies het juiste moment, hè, want toen stond hij onder druk. Ja, tuurlijk. Hij staat hier wel onder druk. Maar ik had niet verwacht dat hij daar zou missen. Want ik had hem al eerder onder druk gezet. Gooi hij ook gewoon alles heel netjes uit. Je moet daar gewoon hopen dat hij mist. En ja, gelukkig deed hij dat ook. En ik gooi hem eerst spel dubbel 3 erin. Dit is toch denk ik ook wel een opluchting voor je, want dit was echt zwaar bevochten. Dit was niet zomaar een potje. Nee, maar vooral als iemand zo goed gooit, dan moet je goed aanzetten. En ja, dan zie je dat ik dat ook kan op dat moment. En dat wil ik zeggen in mijn eerdere interviews ook al deze week. Ik ben gewoon in vorm, ik sta gewoon goed te gooien. En wat er ook gebeurt, ik weet dat ik een extra stapje kan wanneer het moet. En dat heb ik vandaag wel laten zien. Zo is het, gefeliciteerd. Dankjewel.